ongekend spannend. Het is 2-1 in de Eredivisie. Vanmiddag met Ajax tegen Feyenoord staat de koppositie op het spel. Feyenoord begint zometeen aan deze wedstrijd met een voorsprong van 3 punten ten opzichte van de eeuwige rivaal uit Amsterdam. Maar Ajax won de laatste 7 wedstrijden op rij onder Donny Heitinga. Dat begon met een zege op Boudewijn tegen Excelsior. Dat heeft Ajax van de 5e naar de 2e plaats gecatapulteerd. Maar daarboven dus nog Feyenoord dat nog wel eens op achterstand komt. Maar ze eigenlijk altijd weten terug te knokken. En af en toe, en eigenlijk, en dat is beter geformuleerd, met enige regelmaat een ijzersterke wedstrijd op de mat legt. Met als meest recente voorbeeld de 7-1 tegen Shakhtar afgelopen donderdag. Opkomst in de Johan Cruijff Arena, uiteraard stijf uitverkocht. Het dak is open, dat is maar goed ook, want daar gaan we met het vuurwerk. Van je hartstikke idee in voetballen maar. Dit is de opstelling van Ajax met Roelie in de goal achterin. Sanchez, die vervangt Rens, die geblesseerd is geraakt op de training. Spierblessure, kan niet meedoen. Op het middenveld heeft Heitinga gekozen voor Kenneth Taylor. Dat betekent dat Klaassen, doelpunt te maken 2 maanden geleden in Rotterdam, op de bank begint. Waarbij de opstelling van Feyenoord Bellenreuther de doelman is en achterin de Hartman terugkeert. Die was ziek, maar hij is fit genoeg, viel allemaal wel mee. Middenveld met de Kukçu, Szymański en Wiever. Wiever voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. Jiménez in de spits, Jahan Baks vanaf rechts. Idrissi ook steeds beter in vorm. Hij bezet de linkerkant bij Feyenoord. Dat betekent dat onder andere Dilrosun op de bank zit. Hier is Feyenoord met een goede loopactie van Jiménez, maar die wordt niet bereikt. Szymański de kort op. Toch is het balbezit voor Ajax. Goed gespeeld door Idrissi en helemaal vrij. Jiménez met de kans en ook gelijk het doelpunt voor Feyenoord. Snelle goal in de 5e minuut van de man in vorm. Santi Jiménez. Die zal toch ook wel in de gaten hebben dat er geen uitsupporters zijn. En anders weet hij het nu. 28 augustus 2005 won Feyenoord hier voor het laatst met 2-1. Kuyt en Kalou toen. Nu, jaren en jaren later, een voorsprong voor Feyenoord. Jiménez, zijn 8e van het seizoen. Szymański. Harde tackle van Timber. Het mag door, stevig over en weer. Grens opzoeken, zoals gezegd, het gebeurt veelvuldig in die duels tussen Ajax en Feyenoord. En hier komt al de eerste kaart van de wedstrijd voor Hartman. Dit was een stevige inkomen van Timber. En daarna de bal de drukte in en is het Hartman die over de scheef gaat. Ten opzichte van Berghuis. Idrissi werkt zichzelf in de nesten daar met 2 Ajaxiden in de buurt. Leidt tot het balverlies, hier is Kourous, een beetje ruimte. Feyenoord weer met veel mensen achter de bal. Kourous met een individuele actie wellicht. Aangetikt, ja, aangetikt, zegt de arbiter. Die staat er vlakbij. Een vrije trap op een interessante positie voor de thuisploeg. Berghuis, een metertje naast. Berghuis nu met doelschop. Bellenreuther blijft staan en daar is het gelijk via Alvarez. 1-1. 16 minuten onderweg. Hij viert het in zijn eentje. Die rachtfijne hoekschop op het hoofd van de ploeggenoot Alvarez voor de gelijkmaker. Mexicaanse middag vooralsnog in de Johan Cruijff Arena. Kourous. Versnelling. Zo gemakkelijk passerend Hartman, die heeft al geel. En dan is het interessant wat het oordeel van Makkeli is. Hartman moet zich in ieder geval melden bij de scheidsrechter. Hij laat zijn been hangen in dat duel. En dat is een laatste waarschuwing voor de linksback. En dan weet Arne Slot ook hoe laat het is. Dan stuurt hij gelijk de reserve linksback de warming-up in. Bergwijn.
Taylor. Dat past net. Bergwijn. Bergwijn kan uithalen. En dan is dit een cruciaal blok van Hartman. Die er dus nog bij is. De vraag is hoe lang. Timber. Speelt de bal aan Szymanski. Tegenstoot van Feyenoord. Wordt er uitgehaald. Goeie tackle van Sanchez op de bal. Daarmee ook nog een ploeggenoot bereikt. Voordeel Ajax. Bergwijn. Bergwijn binnendoor. En dat balletje richting Tadić. Komt net niet aan. Daar komt dan de wissel. Meeslepend. De eerste kwart van de wedstrijd zit erop. Snel tegen een gele kaart aangelopen Hartman. Betekent dat zijn wedstrijd er heel snel op zit. Teleurstellend natuurlijk de ervaring voor Hartman en de Johan Cruijff Arena. Zo snel naar de kant. Dan wil je allemaal heel snel vergeten hoe dat gelopen is. Szymanski. Tot twee keer toe de bal ertussen. Alles speelt zich af op de grens en zo hoort het in deze wedstrijd. Ieder duel volle bak gespeeld door beide ploegen. Wijndal achtervolgd door Idrissi. Dat is een overtreding. Dat is een pittige overtreding ook van Idrissi. En de zoveelste vrije trap in dit duel waarbij Makker die al zijn autoriteit moet aanspreken. Om het allemaal nog een klein beetje betamelijk te houden. De bandbreedte voor wat kan en mag in zo'n wedstrijd is natuurlijk wat ruimer dan in ieder andere partij. Taylor. Berghuis richting Bergwijn. Schitterende bal weer van Berghuis die het regisseert bij de Amsterdammers. Daar is Tadić en die veegt die bal binnen. En zo staat Ajax met 2-1 voor. Hij speelt een voortreffelijke wedstrijd. Een assist en een voorassist voor Berghuis. En Tadić die weer spits werd met de 2-1. Een stapje sneller denken dan de rest. Dat is wat Berghuis met die paas doet richting Bergwijn. Een station overslaan. Ruimte herkennen voordat de tegenstander het zelf doorheeft. En Wellenreuther die er net niet bij kan. Ver inworp. Bal verlengd en het kansje is daar wel degelijk voor Wiever. Szymanski met de vrije schop voor Feyenoord. Bal die voor de voeten valt en dat ook dan kans oplevert. Idrissi. Voor het eerst eigenlijk echt een 1-op-1 duel met Sanchez. Daar kwam hij in de eerste helft helemaal niet toe. Lopez. Kan nog altijd voor Feyenoord in deze aanval. Lopez er doorheen gecombineerd. Lopez, lastige hoek. Ajax krijgt de bal niet weg. En Wiever zou het dan kunnen proberen. Maar die heeft tijd nodig om die bal onder controle te krijgen. Aanval nog altijd in leven. De voorzet is dan te scherp. Maar nog altijd binnen de lijnen de bal met Idrissi die Sanchez weer opzoekt en er gemakkelijk langs glipt. Idrissi! Druk voor de neus van Roelie. De eerste druk van Feyenoord in de tweede helft. Ja, Ambax. Makkelijk langs Alvarez. Ja, makkelijk. Mooie aanname. En hier de kans en de gelijkmaker van Szymanski. Zo is het 2-2. Een doelpunt dat zich aankondigde. Voor de zoveelste keer in de Eredivisie toont Feyenoord veerkracht. Weer naast Ajax. Heerlijke voorzet. Jahan Baks. En is Szymanski helemaal vrij. Tadić weer aangesloten. Dan Feyenoord weg vanaf eigen helft vertrokken. En dan kan Szymanski, als hij voldoende snelheid heeft, af op Roelie. Szymanski probeert hem te stiften. Ja, dat idee was helemaal niet slecht. Slot gaat zijn derde wisselmoment gebruiken om drie verse krachten in de ploeg te brengen. Bergwijn en Telen naar de kant. Brobby en Klaassen. Berghuis. Timber naar Brobby. Klaassen is goed gevoetbald door Ajax. Conceição komt zo in het duel terecht met Lopez. Klaas al steun. Conceição, hier is Klaassen, die mist hem. De kans daarna voor Kudus.
de kans op 3-2. Zo'n kans kreeg Ajax nog niet in de tweede helft. Klaas is hem al kwijt. Maakt de overtreding, maar Feyenoord het voordeel met Wiever. Die komen de Rotterdammers met de verse krachten, zoals Paisaal. Paisaal langs 1. Afleveren bij Wiever, komt niet tot een schot. Jiménez, Feyenoord met 4-5 man in het strafschopgebied. Jiménez kapt en draait. En vindt uiteindelijk niks. Hoekschop van Kukzu. Verlengd en raak. Zo komt Feyenoord op 3-2 vlak voor tijd. Het doelpunt van Geertruida. En wat een waarde zal dit doelpunt hebben in het verloop van de Eredivisie. Geertruida, vaak de unsung hero bij de Rotterdammers. Maar nu op de goede plek om binnen te knikken. En zo is het 3-2. En staat Feyenoord vlak voor tijd op voorsprong in Amsterdam. Conceição, 16 meter gebied in. Conceição. Pedersen op de goede plek. En dan Kudus, vol risico genomen. Richting de tweede ring. Maar wat is Feyenoord gretig en fit. Ook diep in de blessuretijd nog. Kudus. Hij had de kans op 3-2. Kudus neemt het been van Hansko daarmee. Bewust of onbewust. En de lezingen in Amsterdam en Rotterdam recht tegenover elkaar. Over deze actie van Mohamed Kudus. Dit is vermijdbaar. Dit is zeker vermijdbaar. Feyenoord wint voor het eerst sinds 2005 in de Johan Cruijff Arena. Feyenoord beleeft een topweek. Kort voor tijd de winnende goal van Geertruida. Het doelpunt dat misschien in de Eredivisie wel beslissend gaat zijn. Ajax staat op 6 punten. En heeft nog een heel zwaar programma voor de boeg. Ik was na die wedstrijd wel een beetje in emotie, maar dat was puur omdat het gelijk na de wedstrijd was. Maar ja, we hebben toch het gevoel van, we wisten al wat we konden. Dat we kans hadden om hier te winnen en dat het is gelukt. Het is niet echt dat we nu gaan feestvieren weken lang, dus we moeten weer door. For sure crazy game, important 3 points, big one. We are happy now, but we know that we have still 8 games to go, so... Like I said, we are happy now, but we need to stay calm as well. We know all their strengths, and we try to stop them. It's Ajax. It's a difficult game, difficult team, but we play really intelligent game, and that's why we win.